Long time ago in a galaxy far, far away. <laughs> Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering. We gaan het vandaag niet over Star Wars hebben, maar we gaan het hebben over natuurlijk Planet Coaster. Welkom bij een nieuwe rommelen in Planet Coaster video. Vandaag gaan we verder werken aan Familiepark Wonderland. Want ik zit gewoon even letterlijk en figuurlijk met, het handen, met de handen in het haar. Want uh, ja, ik zit gewoon even vast. Ik zit gewoon even klem. En ik hoop dat we in deze video, net als de vorige keer, toen kwam ik er ook uit. Dat ik in deze video gewoon lekker eruit kom samen met jullie. Het gaat hier om het station. Als ik hier zo loop, zeg maar als poppetje first person. Dan kom ik hier en dan denk ik: Wat is dit nou weer? Het ziet er zo rommelig uit. En het is helemaal niet heel spectaculair. Het is gewoon allemaal rotsen. En ik, zie, ik vind het gewoon rommelig eruit zien. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus wat ik vandaag ga doen. Oh, dat is het pad van dichtbij. We gaan even wat dingetjes weghalen. Want ik vind het gewoon. Ik vind het niet mooi. En dan, dan heb je een beetje een probleem want als je iets niet mooi vindt dan moet je het gewoon lekker verwijderen. Heel veel rotsen. Ik heb er zoveel geplaatst. Ik denk dat door die rotsen dat het daardoor een beetje rommelig oog. Dus laten we eventjes wat dingetjes weghalen, niet te veel want ik zie alweer dat er een paar stenen zijn verbonden met het station. Ik weet niet om welke stenen het gaat, maar als ik ze nu even los selecteer dan gaat dat beter. Nou, hier nog even wat steentjes weg. Kijk, als ik dit gewoon selecteer dan Lukt het wel, maar als ik te ver naar de linkerkant ga, dan selecteert hij toch maar weer eventjes het hele gebouw en dat willen we niet. Zo, ik heb nog steeds niet echt een verhaal in deze attractie. Het is een beetje alpijn, uh, het is een of andere ontdekkingsreiziger die daar in die tentje slaapt en die een beetje research doet, maar het is heel lastig als je geen verhaal hebt bedacht, dan kan je ook eigenlijk nergens komen. Als we even kijken naar de teaming, ik heb nu ook sinds kort een heel schattig geitje neergezet, althans. Ik weet niet of het een hele grote rund moet voorstellen. of een heel schattig geitje. maar dat maak je er zelf maar van. Het is gewoon een geitje. En daar wil ik er nog wel een paar meer van neerzetten. Maar het punt is dus. ik wil het wel een beetje teamen. naar hoe het er hier uitziet. Dus vooral dan met houten. ja, trappetjes. misschien ook bruggetjes. Dus misschien kunnen we dat wel laten terugkomen hier in het station. En ik denk dat dat er dan veel leuker uitziet. dan dat we allemaal rotsen op elkaar stapelen. Dat we onder uh, grotten door. Dat we daar onder doorgaan. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar het oogt inderdaad gelijk zo rommelig. Dus vandaar dat ik zoiets heb van. Laten we in deze aflevering eventjes gewoon. Uh ja het allemaal aanpakken. Oh, dat ging verkeerd zie je. Als je één zo'n steentje, als je die meeneemt, dan pakt hij het hele station. Dus eigenlijk moet ik deze eventjes apart selecteren. En dan kunnen we hem splitten van de building, dat hij in ieder geval geen onderdeel meer is van dat hele grote gebouw. Nou, er zullen wel een paar andere steentjes zijn die ook onderdeel zijn, maar maak het ook uit. Wat ik altijd heel belangrijk vind aan een ingang, dat je ook echt een beetje een ja, een wow-idee krijgt Dus dat je het echt ziet. En dat je denkt van wauw, dit is echt gigantisch. Dit is groot. We hebben natuurlijk een soort van beginpleintje. Een heel klein pleintje. Ik weet niet of ik dat een beetje mooi kan laten lopen. Ik doe hier nog even. Nee, dat gaat weer niet in. Er zit wel een klein hoekje in. Maar het maakt ook verder niet heel erg uit. Uh, dit stukje is al een beetje rommelig, vind ik. Misschien kunnen we dit gewoon even aanpassen. Ik weet niet hoe. Maar daar komen we dan wel achter. Zo, dit gaat daar naartoe. Want ik vind dat dit, als je zo'n pad hebt. Dat dat al ongeveer onderdeel moet zijn van zo'n attractie. Weet je wat? Dat je eigenlijk al gaat lopen. En dit is wel heel breed. Wacht even, als ik dit nou iets zo maak. Dan ziet dat er ook wel heel vet uit. Vind je niet? Een, sowieso een brede ingang. Van zo'n of een brede wachtrij, dat vind ik altijd toch al vetter oog of zo. Zal ik hem iets kleiner maken, want ik vind hem niet mooi dat hij daar dik wordt. En dan, Ja dit kan wel, zoiets als dit. Dit is perfect. Gewoon een wat dunnere route en dan kunnen we misschien even kijken of we dit heel mooi kunnen samenvoegen in een cirkeltje. Ja, dit is perfect. En hier gaat dat weer net niet. Zie je, dat is altijd weer een beetje een lastig probleempje, maar dat geeft niet. Even deze hekjes weg, zo. En dan ook even die bosjes. Ik moet gewoon even de ruimte maken. Nou, dan kunnen we met zo'n brede ingang veel meer doen en dan wil ik eigenlijk beginnen met een boog. We moeten een boog maken en dan wat ik al zei, we gaan heel veel hout gebruiken. Dus als ik hier hierbij het search paneel wood invul, dan kunnen we misschien al van die houten paaltjes neerzetten. Dan pak ik maar even de wooden post, weet je wel, we moeten toch wel eventjes gewoon iets centraals hebben. Ongeveer het midden selecteren van het pad. Dat is voor mijn gevoel ongeveer hier. En dan zou je daar dus de andere paal kunnen krijgen. Dan kunnen we tussen die ene en die andere paal kunnen we hier ook nog eventjes op zich een paaltje neerzetten, dat maakt dan niet uit. Of je zou kunnen doen dat je hier een boog maakt. Een boog maken in Planet Coast is mogelijk. Er zijn volgens mij niet heel veel objecten die ervoor zorgen dat je een hele mooie boog krijgt. Maar we kunnen wel eventjes kijken bij uh, boogjes hier zo, bij arches. En dan zien we toch als enige een, ja, een wooden plank. Deze wordt het dan. Is, een, ja, is niet heel mooi. Ik vind deze wel leuker. Maar wordt het dan echt een poort? Op zich wel. We kunnen hier wel wat dingetjes aan vastmaken. Je zou ook nog kunnen zeggen dat deze poort, dat die wordt ondersteund door balken. Dus uh, er zijn wel een paar balken in de game. Dan zouden we deze bijvoorbeeld um, ja, schuin kunnen zetten. Dus stel je voor, ik zet die eens eventjes een beetje recht zo. En dan doen we die een beetje naar achter. En dan een beetje schuin. Zo, en dan wordt dat toch een soort van ondersteund. Zie je dat? En dat heeft wel iets. En misschien kunnen we beter aan de voorkant en de achterkant zo'n ondersteuningspaaltje plaatsen. En anders krijg je die hele dikke palen. En dat vind ik zelf niet heel erg mooi. Dus laten we eventjes beginnen met deze kleine dunne balkjes. Zo een beetje zoiets. En dan richting zo. Het moet ook niet helemaal vanaf bovenaf ondersteund worden. Zoiets als dit is denk ik wel leuk. En dan mag dit wel een beetje dikker zijn. Dus deze kunnen we een beetje slepen naar zo. En dan kunnen we dat hier ook doen. Ik weet niet of het heel mooi oogt. Maar uh, dit is wel een begin natuurlijk van het station. Ik kan hem een klein beetje naar onder gooien, want hij moet wel gelijk staan met natuurlijk dit laagje. Iets, ik denk iets naar onder. Dus dan pak ik even die blauwe. Dit kost altijd heel veel tijd. Want ik weet ook dat ik iets ben vergeten nog in de video of in de serie. Dat is ook iets heel belangrijks. Een poort voor de zweefmolen. Ik kan er dadelijk even naartoe gaan. Dan zal je het zien. Kijk, dit is natuurlijk schandalig dat als je hier aankomt. Dat je twee van die dikke paaltjes ziet. Dat is helemaal niet opvallend. Je moet gewoon een, ja, twee paaltjes hebben. En daarbovenop een bord. En op dat bord de naam van de attractie. Dat moet ik sowieso bij alle attracties gaan doen. En, en wat ik nieuw heb toegevoegd is trouwens dit: Dit is een bordje. En daarop staat dan zweefmolen. En we kunnen trouwens dit aanpassen, want er is natuurlijk ook een bobbaan. Dus als we deze even duplicaten en we gooien die naar onder, dan kunnen we daaronder zeggen: natuurlijk van jongens, hier komt gewoon even de bobbaan. We hebben nog niet echt een titel. Dat zou ik wel met een N schrijven, anders gaan we dadelijk kritiek krijgen onder de video. Dan <laughs> krijgen we de Bobbaan nog geen namen genoemd. Dus het is even zweefmolen die kant op en de Bobbaan ook. Ik zou ze nog een klein beetje kunnen kantelen, maar het spreekt natuurlijk wel voor zich uh, dat deze wegwijzer gewoon de dingetjes laat zien waar je naartoe moet. Daaraan vast komen natuurlijk ook nog wel meerdere bordjes. En die ga ik allemaal verspreiden over het park. Dit is eigenlijk een beetje een heel lang pad. Maar ik vind het wel een beetje het beginpunt. Dus als je hier langs loopt, is dit gewoon een kenmerk. Aan de linkerkant van die leuke huisjes met wat winkeltjes op een verhoging. En aan de rechterkant zien we al gelijk al een aantal attracties. Waaronder natuurlijk dat een beetje rommelige. Ja, mm, ik laat wel een paar rotsen staan. Want de rotsen die komen wel terug in de attractie. Dus ik vind het zonde om dadelijk al die rotsen wel weg te halen. Dat gaan we niet doen. Dus ik kan beter eventjes uh, deze uitvinken: Align to Surface. Dan kunnen we er beter mee werken. Zo, en dan gaan we gewoon even wat rotsen op elkaar stapelen. Dan kunnen we hier misschien wel een half grotje van maken. Dat is misschien wel veel leuker. Even deze grote weg en die. Zo. En uh, natuurlijk ook die stenen, want het moet wel realistisch worden ondersteund. En ook geen zwevende stenen, daar ben ik ook heel erg op tegen. Maar zo kunnen we er toch wel iets heel vets van maken. En dan zie je ook vanaf de wachtrij het station via elk punt. Misschien moet ik er toch voor zorgen dat we het station iets minder lang maken. Omdat ik toch wel een beetje twijfel over de ja, best wel lage capaciteit van deze attractie. Een lage capaciteit is niet heel erg een ramp. Alleen. Ja, het is toch enigszins wel vervelend als je heel lang moet wachten voor een attractie. Vandaar dat ik zoiets heb van, we kunnen dan beter eventjes de wachtrij uh, een soort van iets korter maken. Dus ik heb hem nu iets korter gemaakt. We pakken even weer het hout. Dan natuurlijk even select, zo. En dan laten we dit doorgaan. Dan zal ik even die laatste vinkjes aandoen. Dan krijgen we zo'n mooi ja, railsje natuurlijk aan de zijkant. Zo'n ondersteuning, nou ondersteuning gewoon een, uh, een zijkantje. En dan kunnen we die hier mooi aansluiten. Is dit mooi? Op zich wel. Ik vind het niet mooi dat het nu zo overloopt in elkaar. Even hier zo op klikken en dan select rid uit. Ja, een bochtje kan op zich wel. Dat je zo even in een kronkeltje loopt, dat is geen punt. Wat is hier gebeurd? Ik weet, oh, dit loopt naar boven. Oké, okay. dus een hele kleine verhoging vindt hier plaats. Ik zou misschien wel wat meer van die boogjes kunnen maken. Dus hier hebben we nu zo'n boogje die we maken dan. Zo'n poort. En die kunnen we in principe ook eventjes wat dikker maken. Let op. Als ik even Engels Snap aandoen. Dan draai ik hem gewoon even een paar graden. En dan kunnen we hem hier zo aan vastmaken. En dat heeft al iets. Hoe dikker die poort is, hoe beter op een of andere manier. Kijk, dit is wel gaaf. Het is nog een beetje kaal. Maar als we hier een hele mooie sign maken. Met erop ook de titel van deze achtbaan. Dan is dat hartstikke mooi. Ik weet niet wat we hier met dat soort van slalommetje moeten doen. Ik weet niet of het heel erg stoort. Want we gaan hier natuurlijk wel wat teamen. En ik denk ook dat het heel vet is. Als we dit. Want we hebben hier van die ja, um, van die boogjes gemaakt. Van die daken. Als we die ook hiervoor gebruiken. Dus als we deze nou precies in het midden plaatsen. Zou ik Engelsnep natuurlijk even uitvinken. Dan kunnen we mooi mooier gaan draaien. Zo. En dan kunnen we deze eventjes omhoog plaatsen. Is dit ongeveer het midden? Nou, ja, als ik het ongeveer moet doen, dan is dit voor mijn schatting ongeveer het midden. Dat zal wel niet goed zijn, want hij staat voor mij nog steeds niet mooi gedraaid. Dan kan je in principe gewoon hartstikke leuk een overkapping maken. En dat kunnen we dan een beetje doortrekken zo. Dus uh, even kijken, als we dit nou eventjes 1, 2 doen. En dan daar ook 2. En dan doen we hem een klein beetje opschuiven naar deze kant. Dan is dat toch wel weer, ja gewoon het oog gewoon anders ofzo. Hartstikke leuk. Nou, dan gaan we natuurlijk ook even ondersteuningpalen maken. Dat doen we eigenlijk weer even dat hout laten terugkomen. Want wat ik al zei, de wachtrij moet wat veel meer met hout worden aangekleed. Dat oog gewoon wat, wat ja, beter. Het oog gewoon beter. Grid size eventjes uit zo. En dan ongeveer, ja, waar laten we hem ondersteunen. Ik vind het ook wel tof als zo'n houten balkje door zo'n dak uh, heen gaat. En dit is natuurlijk ook wel aantrekkelijk. Gewoon even dat de ondersteuning wat dichter bij elkaar zit. Of je moet natuurlijk zeggen: Joh, dit is gewoon voldoende. Dat kan natuurlijk ook. En dan doen wij dit gewoon even duplicaten. Dan doen we grid size in het midden. Zo. En dan doen we hem zo even weer verder ondersteunen. Is dit goed? Dit is zeker goed. En dan kunnen we dat hier even doortrekken naar achter. Zo. En natuurlijk even kijken of dat wel recht er goed uitziet. Want. Ja, soms als die een beetje schuin staat, dan is dat ook wel een beetje rommelig, maar dat mag dan ook wel bij deze attractie. Ik denk dat ik die stenen, hij kan rust op de steen, maar het is leuker als ik misschien die steen nog iets naar achter gooi, ook al is dit ook best wel heel erg tof. Het mag wel een beetje knus aanvoelen. Ja, uh, hier hebben we ook nog plek om dingen te teamen. We zouden hier ook nog wat rotsen kunnen zetten, dat we een mooi onderscheid kunnen maken vanuit de wachtrij van de zweefmolen en de wachtrij van natuurlijk de bobbaan. Maar ik denk dat dit alweer een leuke verbetering is. Dat de wachten. Ja, ik denk dat we hem nog korter kunnen maken. Maar hij moet, er moet wel een beetje een wachtrij komen. Want in principe ben er ook wel redelijk snel, denk ik. Het is wel even een, een soort van. Een, een, een route. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het gaaf dat je gewoon door de teaming heen gaat. Dus het lijkt me ook veel leuk om deze ja boogjes. Om die later weer terug te laten keren. Hier zo. Dus even kijken hoe we dit dan aanpakken. Want het is natuurlijk. Anders, um, even kijken hoor. Dan zou je misschien dit kunnen doen. Dan dus zien we dan de soort van, ja, de, de, de overkapping, zeg maar. Dan kunnen we deze soort van dupliceren, dat zou ook kunnen. Dat is nog makkelijker. En dan laten we het hout gewoon op elkaar vallen. Zo. En dan heb je toch wel een aparte ondersteuning, maar ik hou hier wel van. Ook al blokkeert het een klein beetje het zicht, het valt ook wel weer mee. Spotfactoren, door, jongens. Had ik weer een verkeerd knopje geklikt? Weet je wat dat is? Dan klik je eigenlijk aan de buitenkant. En dan klikt hij niet. Kijk, je moet goed klikken. Zo. Dan kan hij ook niet meer verdwijnen. Kijk, stel je voor, je loopt hier dus als bezoeker. Hartstikke mooi, maar dit blokkeert het een beetje. Maar als je dan hier bent, dan is het wel weer gaaf om, om zeg maar, die bobaan langs te zien komen. En ik geloof ook, als je hier op de trap staat, dan zie je natuurlijk ook uh, verschillende manieren die bobaan elke keer voorbij komen. Dit is natuurlijk wel een beetje risky, want mensen kunnen hier overheen klimmen. Dus ik moet hier ook nog even een fence gaan plaatsen. Gewoon puur voor de veiligheid. Nou, dan ga je daar naar boven. En op zich, het station is nog helemaal niet druk aangekleed vanaf de buitenkant. Ik moet nog heel veel randjes toevoegen en zo. Maar uh, dat komt vanzelf wel. Maar ik vind dit al minder rommelig ogen. En we hebben de wagen ook nog ingekort. Nou, ik wil aan jullie vragen of jullie nog tips en ideetjes hebben. Want ik wil natuurlijk wel een verhaaltje plaatsen hier in deze tractie. En natuurlijk is het nog leuker als jullie een verhaaltje plaatsen onder in de reacties. Dat ik dat misschien wel verder kan uitwerken. Wat we tot nu toe hebben is natuurlijk ja, een beetje een Alpijn stijl. Met geitjes en met heel veel natuur en met bruggen. Dus wat ik al zei, misschien kunnen we die bruggen. Ja, terug laten komen. Of we kunnen misschien wel zo'n uh, watervalletje, zo'n rapid. Kunnen we misschien vanaf een hoog punt. Vanaf hier. Dat is ook trouwens een idee. Wacht even. Als we hier nou ophogen. Hier een bergje. En hier stroomt hij langzaam naar beneden. Langs de wachtrij. Dan denk ik dat dat wel heel erg vet oogt. Ook al vind ik het ook tof om die ondersteuning zo te zien. Dus genoeg ideetjes. Alleen als ik ze uitvoer, moet het niet zonder van mijn tijd zijn dat ik, het, dat ik het heb uitgevoerd en dat het er niet mooi uitziet. Dus dat is een beetje het punt. Laat wel een duimpje achter. En natuurlijk wat ik al vroeg aan jullie in de reacties achter wat ik hier nu van kan maken. Want het moet gewoon perfect zijn. Ik ben misschien een zeur. Ik ben misschien een zeikert. Maar liever een zeur en een zeikert. Nee, liever een perfectionist. Dan een, een zeur en een zeiken. dan. Goed. Um, vergeet niet te abonneren links bovendien Als je dat nog niet hebt gedaan. Zou ik ontzettend waarderen. Op naar de 60.000. Yeah. Gewoon uber awesome. Uber awesome. En dan uh, daaronder natuurlijk op een video om door te klikken. Zeker weten. Doe doeg.